Nee! Nee! Kut! Waarom ga je... Oh, hij heeft anti-knockback, die boy Burgman! Yo, kijk eens mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Dus Rotjoch en mijn naam is Dylan. En we spelen weer Minecraft Skywars voor jullie. Want zoals jullie weten, elke dag doe ik nu om en om Minecraft Skywars, Hunger Games. En af en toe in plaats van Hunger Games of in plaats van Skywars doe ik een andere PvP video. Dat verzin ik nu echt ineens net. Ineens nu, ik dit aan het opnemen hoor. Iemand is in die trap. Nou, niets gedaan. Gewoon, die heeft het gewoon laten afgaan. Maar... ik ga denk ik af en toe nog even wat anders doen, zoals inderdaad de Kohi PvP. Want sommige mensen vinden het hartstikke vet hoe ik dat doe, of het Bad Lion, sorry. Het is een soort Kohi Arena, dat wel, maar het Bad Lion PvP vinden sommige mensen heel vet om te zien. Dus af en toe zou ik dat gaan doen in plaats van Hunger Games of Skywars. Want ik ga niet één van de twee voorrang geven. We gaan het gewoon doen. Jongens, ik heb een tijdje geen Skywars weer gespeeld. Als allereerst natuurlijk, sorry hoor, gelukkig nieuwjaar met nieuwe Hunger Games voor mij. Oh! Oh, fuck off, jij bent dood. Klik, hapseplats. Dat was één. In ieder geval gelukkig nieuwjaar. Het is de allereerste keer dat ik dit ga opnemen weer in het nieuwe jaar. Hopelijk gaat het goed, want ik heb net wou ik het opnemen en toen kwam ik een hacker tegen. Dat was de hackerpolitie van vanmiddag. Want vanmiddag van half één. Wow. Gekke jochie, wat ben je nou aan het doen? Dat is het niet. Oké. Nou, het is de eerste keer trouwens weer ook sowieso. Dit speel dus. Skywars weer voor het nieuwe jaar. Maar ook met een nieuwe computer. Die had ik al het vorig jaar, zeg maar, opgehaald. Maar die met het nieuwe jaar, het is echt heel insane lastig hoe ik dit doe. Hij zegt, hey Rotjoch, je neem je op, teamen. Nou ja, als je een kijker bij mij bent, dan weet je dat ik niet ga teamen. En dat jij mij eraf gaat beppen met een fucking hengel, met knockback. Holy tyfus. Dat was wel aardig wat damage die doet. Doe eens niet zo flikkerig met die hengel van je. Man, wat is op? Doe niet zo flikker. Oké, Clusie. Ga lekker camp op de takkie. Opbokken. Ben je echt? Ja, ik ben de echte. Maar, oh man, het springt is een flikker, jongen. Het is gewoon tijd om te sterven, jochie. Hé, hè? Potverdomme. Wat duurt dit lang? Len. Het was de echte. Oké, blijkbaar moet ik ook tegen een team spelen. Want er wordt geroepen om een hack of een team. Van, oh, team is voor flikkers. Wordt geroepen. Oké. En ja, ik was de echte. Dus als je de video kijkt, sorry dat je dood maakt. Ik vind je heel aardig. Maar ik vind teamers vind ik heel gay en heel kut. Ben je echt? Natuurlijk ben ik echt. Want het zou... Iedereen is echt. Maar oké, ik ben wel de echte Rotjoch. Ik snap wat je bedoelt met deze vraag. Ja, dat ben ik. Maar ik zat toch niet zelf het team... Oh, what the fuck? Oh, man. Ik heb echt kut. Ik heb een nieuw computer. Heb ik iets dat heet Bloatware. Op een of andere manier krijg ik heel de reclame. En, oh, it's a girl. Hier heb ik geen zin in dit camp. Allebei met de boog en arrow. Dat vind ik super niet zo leuk. En jullie vinden het ook niet leuk. Dus ik ga door. En dat vind ik kut van de map glass. Ik heb trouwens iets nieuws gedaan op mijn settings. Ik weet, sommige mensen gaan erom klagen. I know. Dat mijn... ik heb bobbing uitgezet. Zodat ik heel heen en weer loop. Ik glij nu meer een beetje. Maar blijkbaar is het beter voor PvP. En heel veel kijkers zeggen... Ja, je moet het uitzetten. Want ik ben veel beter in PvP. Dus ik weet beter. Dus ik geloof het. Komt op YouTube. Ja. Ja, het komt op YouTube. Dus bij deze. Maar dat is dus waarom ik dat gedaan heb. Want het is blijkbaar beter. Want ja, dan schuif je minder heen en weer. Hé hey man, ik wil heel graag naar de overkant. Maar hij gaat daar ook staan. Kom op. Dit is heel kut. Zo teamen. Nee, dat doe ik toch niet. Weet je. Maar ja, de video nog niet gezien. Ik snap niet hoe sommige kijkers nog steeds denken dat ik graag wil teamen. Of vragen. Jullie weten dat ik dat niet doe. Want dit is gewoon voor bitches. En I ain't no bitch. Maar ik ga wel dood. Nee, die knockback. Nee, hij was eerder. Fuck. Oké, dit was heel kut. Ik let er niet goed op. We gaan naar het volgende potje. Let's fucking do this. Oké, jongens. Welkom bij potje 2. Vorig potje ging niet zoals gepland. Helaas. Ik was te veel aan het opletten. Sneaky beaky. Om niet dat ik afgeschoten kon worden van achteren. Want er zit iemand achter mij natuurlijk. En die andere dude was sneller op het eiland. En toen had hij me eraf geslagen. Dus dat was fucked up. We gaan naar het volgende potje. Hopelijk ga ik deze wel kunnen winnen. Of niet. Ik zie het wel. We speelden map Rainbow. Ik vind het zeg maar zelf meestal een niet zo'n hele leuke map. Maar ik zou wel moeten. Ik ga naar beneden toe. Wow. Die man pakt even full diamond uit zijn kist. Zeg je dat? Ik pak twee letter shit, hij pakt full diamond. Oké, dat is fucked up. Dus ik moet niet gaan vechten met die gast die naast me zit. Want die gast heeft een veel betere gear. En dat is best wel de tranen. En dat is iemand met die iron golem kit. Oh man, dit is niet leuk. Oké, ook diamonds. Ook diamond. Oké, ook diamond. Ga eraf. Nee, eigenlijk valt niet eraf. Oh, fuck off. Dit is niet leuk. Die doet het op mijn eiland.
ga eraf. Oké, okay. En dan ga jij komen. Hey, Hardy boy. Hey, fucking goede gear! Hoezo ben ik de enige zonder diamond of... Oh, fuck het dak. Eerst kom ik hem tegen. En dan komt ook eentje van die kant. Hey, man, ik ben ingesloten! Are you kidding me? Er zijn meer mensen! Laat mij met rust! Laat mij leven! Oh, kut. Vergeet ik shift te drukken. Nee, man! Dit is zo gay, jongens! Dan ben ik er helemaal ingesloten, man. Fucking gay fish. Op naar het volgende potje. Oké, ik heb mijn oude instellingen weer gedaan. Hopelijk gaat het gewoon werken. Ik heb nieuwe instellingen gefixt voor betere knoppen en shit. Maar een van de manieren, het lukt me gewoon niet om zo te winnen, PvP. Dus ik moet niet meer op control drukken nu voor sprinten, maar weer op mijn muis. Dat ik vroeger dat had. Hopelijk gaat het nu wel weer lukken. We zullen het zien. Ik heb 2 kutpotjes gehad nu op rij. Nu druk ik weer op control in. Dan ben ik het weer gewend. Verdomme! Waarom ben ik gekloten met mijn fucking settings? En waar is die tweede kist die iedereen krijgt op zijn eiland? Oké, nou goed, dan ga ik dit wel hakken. In plaats van wat ik eerst wat doen. Naar de overkant gaan dus. Oké, ik pak veel spullen eruit. Oké, heb ik alles? Ik heb alles. Die gaat daarin, die gaat daarin. Tak, 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 tak. Oké, we gaan gewoon omhoog. En we gaan zoeken naar tegenstanders. Oké, daar zit iemand. En daar zit ook iemand, natuurlijk. Oh, je zit altijd naast je deel. Oké, we gaan gewoon naar de overkant. En we zullen het zien. Weet je, het is, ik heb geen zin en geen tijd om als een bitch te spelen. Oké, dan wil ik wel de goede knop drukken, hè, met sprinten. Hoi! Doei! Thanks voor je Iron Golem kit, jongeman. Dat apprecieer ik heel erg. Want dit is beter wat ik heb. En dit ook. Dus, oh! Oké! Doei, Yippie! What the fuck? Doe eens echt. Tik! Oh, get fucking wrecked. Dat is echt een. Dat is gewoon iets. Dat is echt letterlijk get wrecked. Weet je wel? Die heeft moeite gedaan. Wrecked is echt dat je echt iets gebeurt. En je denkt van, oh man. Ja, ik heb hem echt gerekt daar, hoor. Dat was grappig. Gewoon echt 1 tikkie. Tik! En hij was dood. Dus sorry, Yippie, als je kijkt. Het spijt me, jongen. Het spijt me. Het was niet de bedoeling. Het was wel mijn bedoeling om je eraf te slaan, trouwens. Maar dat het zo makkelijk ging, dat was een beetje zielig. Oh, nee, het is een team van 2. Oh, jeetje. Of is het een team van 3? Ik weet het allemaal niet. Ik heb het enige van jou gaan killen. Met je Kai skin. Oké, dus ik ben over tegen een team van 2. Of is het alles nog? Oh nee, er zijn nog 6 mensen over. Dus een team van 2, dus 1 ding. Oké, nou, ik doe in ieder geval de diamond boots aan van die gast die net gekillt had. Doe ik die boog op 2. Oprotten, stel dat je homo's. Met je campen, de faggots. Ja, je wilt teamen. Je wilt helemaal niks. Wat jij wilt is gewoon dood. Dat is wat je mag van mij. Je zijn teamers. Jullie moeten sterven. Teamers deserve to die. Oh nee, daar word ik beschoten de hele tijd. Ze springt ernaast. Dat was echt goud. Dat was echt goud. Oprotten met je snowballs. Doeg. Dat was echt geinig. Dit potje, dit is echt. Oh, er gebeuren echt leuke dingen, jongen. Die chappie ernaast sprong. Oh, als je mijn video kijkt, sorry dat ik je uitlach. Maar eerlijk, dat was echt geniaal om te zien. Het is echt. Nee! Wow! En dood was ze. Ja, ik wou teamen. Ja, ik niet. Je had al een team van 2. We gaan dan niet een team van 3 vormen. Naast ik team haat. Ga je met de 3 ga je dan niet spelen? Ga lekker Team Skywars spelen, man. Team van 3 is vet groot. Oké, wacht. Is daar iemand? Oké, wacht. Ik heb mijn controle veranderd. Oh, nu is het controle weer. Oké. Nou weet ik het allemaal weer. Ik moet weer even allemaal wennen. Want ik heb mijn controles weer aangepast. Dit potje. En het gaat ook wel heel lekker. Daar niet van. Maar af en toe wil ik nog steeds controle gebruiken om te sprinten. Mijn controle is net als vroeger. Zoomen. Dus dan wil ik wel de goede shit doen. Dat is belangrijk. Want ik PvP op 1.8 en als ik Bad Lions speel, dan speel ik op 1.10, 1.7.10. En dat is veel chiller, vind ik zelf. Mooi Burgman, ga eens in de lava, dankjewel. Lava weg. Oh man. Die doet gewoon. Ah, oh, fuck. Val ik wel van de lava. Maar ik ga hem eraf slagen gewoon. Nee! Nee! Kut! Waarom ga je... Oh, hij heeft anti-knockback, die boy Burgman! Had hij nou anti-knockback of ben ik nog gek? Volgens mij had hij anti-knockback. Ik kreeg hem niet uit het hoekje. Ben ik nou lijp? Was het nou anti-knockback? Want ik sloeg hem, wij blijven gewoon staan. Nou goed, op naar het volgende potje dan maar. Oké, mensen, laatste potje. Vorige potjes lekker gedaan. Niks gewonnen. Dus ik sta nog op 0 wins. Ik vind het fucked up. Het is om te huilen, om te tranen.
En we gaan... Fuck, waar de fuck is die chest? Nou, ik ga hier naar beneden, weet ik niet wat er de chest zit. We gaan naar het volgende potje. Hopelijk ga ik deze wel winnen voor jullie. Want ik speel wel goed, maar niet goed genoeg om te winnen. En dat is best wel kloten. Oké, even zoeken. Waar de fuck is die? Er hoort een extra chest op je eiland te zitten, toch? Waar is die? Oh, hij is hier. Check hem verstoppen dan. Doe eens niet. Dankjewel. Hier ermee. Oké, goed. We gaan weer lekker verder. Hopelijk ga ik deze winnen. Maar het is wel even wennen weer om iets anders te spelen. Ik vind, eerlijk gezegd, ik vind het chill om te PvP op bijvoorbeeld dus dat Bad Lion met die andere settings. Met wel lowere FOV en shit. Maar al het andere... Oh man, hij gaat aan me kijken. En ik heb gewoon geen kans om naartoe te komen. Daar is iemand met een boog. Hey, ik ben geraakt. 3 hartjes eraf. Dat is pretty pijnlijk. Oké, ik weet het niet, jongens. Ik heb echt amper gear. Wel een broekie. Ga nou dit doen de hele tijd, jochie. Really? 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 Hij wil gewoon dat ik kom. Weet je wat ik ga doen? Ik neem gewoon mijn golden apple in. En ik ga gewoon. Want ook al ga ik dood, jongens. Dan is het laatste potje echt een kutpotje. Maar deze gast gaat niet omdraaien om de andere kant op te kijken. Dat gaat hij gewoon niet doen. En op het moment dat hij het wel doet, dat is nu... Ga ik op de vechten. En ik win. Maar dan ben ik wel dood door de tweede deel. Een pick-up. Dit meen je niet. Dit moet niet. Hoezo? Ik heb dat. Oh man. Ik heb echt. Dit staat echt ergens op. We gaan nog één potje. Want dit is niet cool. Dit is echt niet cool. Ik ga houden. Laatste potje. Vorig potje. Ja, fucking kut man. Met die pick-up. Helaas, ik was gecleaned. Iemand is een stofzuiger. Wie ik wel vaak genoeg zelf ben ook hoor. Met andere spelletjes. Op de Hunger Games bijvoorbeeld. Maar hier was het gewoon kloten. Want ik moest een beslissing maken en ik ging gewoon. En in zijn rug kwam die andere dude. Die uiteindelijk dus mij killde. Dat was even best wel kloten. Maar ik speel op de map Candy. Nog één potje. En dan heb ik het wel weer gezien voor vandaag op Skywars. Jongens, vind je het een leuke video? Vind je Skywars leuk? Laat even lekker een blauw duimpje achter omhoog. Zou ik hartstikke appreciëren. Vooral doen. Gewoon, we gaan voor de... Weet je wat? Voor de, ook voor dit spel is het moeilijk. We gaan voor de 1000 likes, jongens. Want jullie weten net bij elke keer. Elke PvP video. Dus elke video die vanaf nu om 7:30 komt. Als jullie 1000 likes halen, doe ik een guild in fight weg op. Nee, rot eens op. Dit ga je niet doen, Danoontje. Ga het, Daan. Rot op. Daan, Oontje. Ga lekker even iemand anders aankijken. Gaat serieus? Die wil echt heel te kijken naar mij? Nee, toch? Oké. Daar gaan we. Ja, hij gaat helemaal naar mij kijken. Rot eens op, Danoontje. Als je een kijker bent, jongen, nou. Ja, hij gaat alleen maar op mij schieten. Je bent niet serieus, man. Hij zit serieus alleen maar naar mij te kijken en mij te schieten. En ja, wat ga ik doen? Dan ga ik hier gewoon lekker chillen. En dan wat? Weet je, en nu? Wat ga je dan doen, Daan? Oké. Nou, ik heb 16 eieren. Dus ik kan daar wat leuks mee doen. Ja, lekker! Daar ga je! Moet je maar niet op mij gaan richten de hele tijd, Daan. Met je kutkop. Hapsakee. Afgestraft. Met je rothoofd. Vuile camper. Hè? Boef. Ja, verder camper. Ik was degene die campte. Maar hij ging helemaal op mij richten. Dat vond ik super kut. Ik weet niet of het een kijker is of wat dan ook. Maar dit was echt heel irritant gewoon. Maar ik kom hier op het eiland aan. En ik zie gewoon keren liggen hier ook. Gratis voor het oprapen. Dus daar word ik best wel vrolijk van. Ik bedoel, hey, dat is chill. Nou, gaan we een diamond broekje aantrekken. Dat is wel leuk. Is er een boog, zag ik? Ja, ik zag een boog. Die gaat eigenlijk op 4. En... Ik heb geen arrows. Oh ja, ik heb 35 arrows. Dus dat is nice. Oké, dat is een goede pick-up. Oké, komt weer aan de andere kant. Over de map shot, ja? Nee, oké. Hij had door dat er een arrow voor zijn neus voorbij vloog ineens. Scheid. Jammer. Oké, gaan we gewoon verder. Ik ga niet moeilijk doen. En campen blijven fixeren op één persoon. Want dat is gewoon niet leuk. Dat ga ik niet doen. Dus we gaan door. Oké. Oh, lekker. Oké, ik moet even wennen. Want ik ben echt... En dan check wat beter met control sprinten of met mijn muisknop. Dat had ik met mijn muisknop gedaan weer. Maar omdat ik heel lang met control sprinten, heb ik 2 potjes. Maar ik gewoon de eerste sprong eraf gevallen. Omdat ik vergat te sprinten. Ja, dat is echt irritant als je met meerdere settings gaat spelen. Yo, die gamertje, oprotten. Hij wou me eraf mappen. Oprotten, oprotten, oprotten. Oprotten met jouw kop. Oké, daar gaat de laatste aan. Welke kant zal die vallen? Daar is hij. Waarom raak je niet? Oké, ik smack hem. Ik heb hem. Ik win hem. Ja, eindelijk het laatste potje van de dag win ik wel. En nog goed ook. Oh, dat voelt dit lekker. Winner. Winner. Chicken dinner. Awesome. Alright, mensen. Hopelijk vond je het een leuke video weer in Skywars. Laat inderdaad lekker een blauw duimpje achter omhoog.
krijgen we de 1000 duimpjes. Dus doe ik een guilty fight weg op Hypixel. Van in mijn Hun Games. Natuurlijk mijn serie daarom. Mensen, ik zie jullie graag in de volgende video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later was het ziens en peace. Oh.